D-Day. We hebben deze verkiezingen verloren. Voor mij is dat heel teleurstellend. Och, Garbe. Het was een slechte dag, Martin. Ik denk dat de mensen daar niet bij stilstaan. Ja, dat zei hij. It's really very warm. Het schooljaar is voorbij en uw herexamens zijn pas binnen 6 weken. Proficiat kinderen, je verdient deze strontshow. Welkom bij de preek, mijn naam is Kaar en dit is maand 2 van de onbestuurbaarheid. Wees welgekomen, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Het enige effectieve wapen tegen de EU Deep State ruimtehagedissen. We beginnen deze keer met nieuws over ons. Ja, wij. YouTube heeft eenzijdig besloten om het vette kwartiertje uit het partnerprogramma te schrappen, waardoor we nu geen geld meer kunnen verdienen met onze video's. En wel, YouTube, je mag die 70 cent houden, maar dan mag ik ook wel dit doen. Kus mijn klote, Suzanne. 11 september was een inside job. Fluor in het water maakt de kikkers homofiel. De loonkloof is een mythe gepropageerd door feminazies. Hate speech is free speech. Oké, onze video's zullen altijd gratis te bekijken zijn. Is het niet op dit platform, dan vinden we wel een ander. Dan gaan we verder, want de preek zou niet compleet zijn zonder wat politiek. Dus we gaan het hebben over de verkiezingen. Voor ons zag dit er zo uit. Gevuile millennium. Jij, chefke. Er zijn interessante dingen dan de verkiezingen, hè. Wie heeft die zich net geabonneerd op de N-VA? 8 uur aan een stuk hebben wij de show gevolgd, ook al wisten we na 10 minuten min of meer het resultaat al. De N-VA haalt geen 30%. Vlaams Belang haalt meer dan 15%. En Peter Mertens haalt de kiesdrempel wel. En hadden we dan ook gelijk? Vlaams Belang heeft overduidelijk gewonnen. Of zoals de dokter het plastisch beschreef. De wc's van de VRT zijn verstopt. Ze schijten allemaal bolletjes. Nu hebben we een maandje de tijd genomen om tot rust te komen en betere one-liners te verzinnen. Dus laten we eventjes de resultaten erbij nemen. Weerom zijn Vlaams Belang en PvdA de grote winnaars van de verkiezingen, maar net als bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze niet de grootste partijen. Groen is er een heel klein beetje op vooruit gegaan, maar... Maar het mocht wel meer zijn, hè? Ik vond het genoeg. De klassieke tripartite is zowel op Vlaams als op federaal niveau totaal onmogelijk geworden. Proficiat kinderen, de politiek zit muurvast. De Duitsstalige regering is al gevormd en die van Brussel zo goed als. En we hebben al langer moeten wachten op een federale regering. Wat is de vraag nu eigenlijk? De vraag is nu of de kans bestaat dat het cordon sanitair doorbroken wordt. En het antwoord is nee. Laten we even de zetelverdeling bekijken. Dan zie je dat Vlaams Belang samen met N-VA niet de meerderheid haalt. En Vlaams Belang moet met N-VA werken, want alle andere partijen hebben het cordon sanitair ondertekend. Maar... De N-VA heeft nooit het cordon sanitair onderschreven. Omdat ze toen nog niet bestonden, slimmeke. Ten gevolge van het geïndoctrineerde stigma op nationalisme kunnen we verwachten dat niemand met Vlaams Belang zal samenwerken. Maar wat kunnen we dan wel verwachten? De Zweedse coalitie, zoals in der tijd. Waarom niet? Omdat de N-VA de Tjeven niet meer tof vinden. Nee, tegenwoordig vinden ze de socialisten veel leuker en daarmee halen ze nip de meerderheid. Maar hoe noemt je zo'n coalitie dan? Vlaams-Paars? Een slangencoalitie van verliezers wordt het hoe dan ook. Waarom krijgen de mensen niet beleid waar ze voor gestemd hebben? Ik weet niet. George Soros, de Bilderberggroep. Alleszins, moesten verkiezingen een verschil kunnen maken, dan waren ze al lang afgeschaft. Het valt te vermelden dat Vlaams Belang niet de enige winnaar aan de kant is. Zo is er ook de PvdA. Voor meer uitleg hieromtrent vroegen we het aan deze communist. De PvdA, dat is een typisch communistische partij. Het communisme, Lenin heeft dat zo beslist. Dat is een centralistische democratie. Dat wil zeggen, er wordt gediscuteerd totdat iedereen tot een consensus komt en daarna is er geen enkel discussie meer mogelijk. Dan moeten de mensen doen wat van boven naar beneden gaat. Daardoor is het dat de PvdA
alle kenmerken heeft van een secte. Bij een secte is het ook de goeroe, het centraal bestuur, die bepaalt wat de mensen mogen denken, wat ze niet mogen denken. En de mensen worden ook verzocht een deel van hun inkomen aan de goeroe te schenken. Bij de PvdA, die zeggen, twee mensen, wel, die kunnen gemakkelijk leven met 2100 euro. Als je dan 3000 euro verdient, dan word je geacht iedere maand 900 te storten in de kas van de PvdA. En daarom zeg ik, communisme, weg uit het Westen. Dank u. We zullen maar niet zeggen over de kerk van Joseph. En dan gaan we nu door naar Wereldoorlog 3. Dat begint zo. They made a very bad mistake. Caligula heeft het hier over Iran, waar Death to America op alle overheidsgebouwen gebeiteld staat. Het zijn allerminst de beste vriendjes, dat zal u niet verbazen. Maar wat is er dan juist gebeurd? Wel, iets meer dan 2 weken geleden was er dit. In de Golf van Oman zijn 2 olietankers getroffen door explosies. En dit was al het tweede voorval deze maand. Deze keer beschuldigden de Verenigde Staten Iran en ze kwamen zelfs met bewijsmateriaal. Op deze foto van een van de tankers zie je volgens de VS links de schade die 1 kleefmijn veroorzaakte, rechts een kleefmijn die niet ontploft is. En een week later schoot Iran een drone van de VS neer. Iran beweert dat de drone in zijn luchtruim vloog, maar Donald spreekt dit tegen. This drone was in international waters. Je zei toch zeker, hè, Trump? Je hebt daar toch bewijs van? We hebben het al documented. Ja, maar toch wetenschappelijk gedocumenteerd, hè? Niet gewone woorden. Scientifically, not just words. Oké. En toen begon deze geniale idioot met een spelletje vierdimensioneel schaak. Donald Trump zegt dat hij een vergeldingsaanval tegen Iran op het laatste nippertje heeft afgeblazen. Ik dacht dat ik u ging slaan, hè? Maar ik ga u niet slaan, ze. Of toch wel? De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran dat een militair optreden van de VS nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Je moet gewoon beseffen dat ik u kan slaan. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader access to key financial resources. Dus geef maar al uw zakgeld. Qui prodest? Is dit echt wat Trump wil? Stuurt hij aan op oorlog? Everybody was saying I'm a warmonger. Of gaat het complot veel dieper dan dat? Ja, de neoconservatieven hebben al jaren een plan gereed om Iran aan te vallen. Met behulp van de media propageren ze al 30 jaar dat Iran kwaadaardig is. CNN krijgt kijkcijfers, de Deep State krijgt een economische boost. En dit lijkt misschien heel ver gezocht, maar dat is het niet. Dit is Mark Esper, ex-militair en ex-CEO van Raytheon, een van de grootste wapenfabrikanten van de Verenigde Staten. Heel opvallend is dat hij nu de Secretary of Defense onder Trump is. En dat brengt mij mooi tot deze intens coole grafiek. Dit is de aandeelkoers van Raytheon. En dit is wanneer de boten aangevallen werden. En dit is wanneer de drone werd neergeschoten. En dit is wanneer Trump de aanval annuleerde. Ik hoor eraan te zeggen dat onze informant beweert dat de drone wel degelijk over Iran vloog. En ik vermoed dat die aandelen binnenkort weer stijgen. Wie een hond wil slaan, vindt gauw een stok. En nu komt het ook wel heel goed uit dat wij net nieuwe stokken hebben. De Griffon, goed voor 25 ton gepantserd staal en een pak hoogtechnologie. Dit is geen tank, dit is een panzerwagen, want die zijn makkelijker in steden. Maar wat maakt deze panzerwagen nu net zo cool? Geconnecteerde sensoren. Dit zijn tanks met wifi. Voortaan kunnen onze soldaten hun Facebook checken op het slagveld en 's avonds wat Netflix en chill. Alarmerend is de situatie in elk geval. Op naar het volgende nieuws. Eerder deze maand begon de TV te bedelen. De VRT heeft extra middelen nodig. En wel, hè? Nee, je krijgt al meer dan genoeg geld en je vervult niet eens je belangrijkste rol. Volgens de directie kan de VRT goede resultaten voorleggen. Tuurlijk ga jij dat zeggen, maar wij weten allemaal dat de VRT de voorbije 30 jaar heel inefficiënt draait. Zoals deze man het u uitlegt. Men kan zeggen, je kan het nog meer efficiënt doen enzovoort, maar dat is ergens, ja, een punt. Hij heeft daar ergens een punt, maar vraag mij niet wat het punt was. Misschien wordt het tijd om klare wijn te schenken. En wat verwacht men van ons? En wel, Luc, ik verwacht dat de openbare omroep omroept.
Dat wil zeggen uitzenden via de ether. Datgene waar dat uw toren voor bedoeld is. Want omdat ventjes gelijk jij een loonsverhoging eisen, kan mijn bomma al 6 maanden geen tv meer ontvangen. Ze kan enkel kijken via de notoire kutsite VRT Nu, maar niet vooraleer dat ze zich heeft moeten identificeren. Vind jij dat normaal? Dit is spionage en ons bomma verdient dat niet. Als ze dan uiteindelijk ingelogd raakt, krijgt ze dit veelal te zien. Als je nu denkt dat deze scheiterij opgelost raakt door meer geld te geven aan de VRT, dan zij de fout. Ze moeten eerst drastisch van koers veranderen, want ze stormen af op totale vernietiging. De openbare omroep moet omroepen en dat doen ze nu al een half jaar niet meer. Zou jij het normaal vinden, moest je enkel nog online naar Studio Brussel kunnen luisteren? Dan kun je wel in de tank luisteren natuurlijk. Het is een panzerwagen. Het volgende punt gaat over een permanent gevaar voor de maatschappij. Met de hitte duikt ook de eikenprocessierups weer op. Past goed op, kinderen. Sommige van die rupsen hebben heel perverse trekjes. Er was zelfs een kind waar een rups in een t-shirt gekropen was. En ook de festivalgangers in Wechter moeten opletten. Het terrein was amper een paar uur open of de brandweer moest al uitrukken voor een nest processierupsen. Onze redactie heeft exclusieve beelden ontvangen van een processierups op Wechter. Pas op, het zijn chockerende beelden. 100 dood na crowdsurf zwanger regie. Als laatste nieuws heb ik nog iets over treinen en soaps. Spoorlopen was gisteren een thema in Thuis. Met hulp van Infrabel kaart het Thuis het zogenaamde spoorlopen aan. Voor de trage kindjes, dat is wanneer je een spoor oversteekt. En ook al zijn mensen geen idioten, beweerde Wim dit. Steeds meer mensen trekken zich weinig aan van het verbod om op de sporen te lopen. Maar wij weten allemaal dat dit gewoon een excuus van de NMBS is om hun belabberde dienstverlening goed te praten. Over het algemeen doen mensen dit niet, want het is nu niet bijzonder veilig te noemen. We willen iedereen duidelijk maken dat over de sporen lopen levensgevaarlijk is. Oké, is iedereen mee? Je moet altijd alle regels naleven en dan kan er geen probleem zijn. Alhoewel, de volgende dag was dit het nieuws. Een auto met 3 jongeren erin werd volgegrepen door een goederentrein. Dit is niet om mee te lachen. Er is een jongen van 21 om het leven gekomen. En dit was niet eens spoorlopen. Op het moment dat de bestuurder overstak, knipperden witte lichten en stonden de slagbomen open. Dus zelfs al volg je alle regels, kunnen er nog altijd accidenten op het spoor gebeuren. Infrabel, verklaar u nader. Het probleem ligt zich niet bij de infrastructuur, bij de overweg op zich, maar het probleem ligt bij een menselijke fout. Kussen, gij robot. Het probleem ligt tijdelijk bij uw procedure, waar dat één mens één fout kan maken met dodelijke gevolgen. Je verandert die procedure nu meteen, zodat dit geen tweede keer gebeurt. De medewerker van Infrabel, die mogelijk de procedure fout maakte, is intussen uit zijn functie ontheven. Ah, geniaal. Nu is er niemand meer om de barrières te sluiten. Arrogante eikels van de NMBS. We leven in een tijd van automatisering en zij gebruiken nog steeds procedures van voor de oorlog. Waarom bestaan er zelfs overwegen? Het is niet alsof dat een tunnel of een brug een ultramodern concept is. Het is hoog tijd om dat nest te saneren, vooraleer dat ze nog een moord op hun geweten hebben. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De machtigen zullen altijd hun zin krijgen, zij het YouTube of onze democratie. 2. Wereldoorlog 3 begint eind dit jaar. Koop nu aandelen van Raytheon. 3. De NMBS zal altijd zeggen dat het een ander zijn schuld is. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit stom showke. Like en deel en is uw mama al geabonneerd? Ik zie u graag na de zomer terug. En ik laat u nog met dit. Deze video was sneller gevormd dan de regering. We'll be right back.